En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, Deen Rechte. Het is zondagavond en ik ga zo naar mijn bedje toe. Ik ben het zat. En het was een heftig weekendje. Een weekend vol valse beschuldigingen, claims, ruzies, een kapotte vriendschap, bijna nog een kapotte vriendschap. Een nederlaag van Feyenoord in de Amsterdam Arena tegen Ajax met 2-0. En een liefkozend Persik-achtig berichtje wat ik hartstikke leuk vond. Ja, het is een hectische weekend. Ik heb een hectische weekend achter de rug zonder op de feiten in te gaan, want dat doe ik niet. En ik ga het ook zeker niet met modder gooien. Dat doe ik gewoon niet. Maar ja, er zijn al ruzies geweest. En één iemand zit niet meer in Dynamite Inc. En ja, zal dus ook niet meer in mijn video's terechtkomen. Die ruzie die is helaas niet meer terug te draaien. Ja, voor de rest Feyenoord dus verloren in de Amsterdam Arena met 2-0 van Ajax. Ik had het al een beetje verwacht. Ik had natuurlijk anders gehoopt. Ik had natuurlijk gehoopt dat we de volle winst eindelijk weer eens een keertje zouden pakken daar in dat 0-20. Maar dat is helaas ook niet gelukt. En ja, het is eenmaal niet anders. Ik vind het nou toch wel eens hoog tijd worden dat Giovanni van Bronckhorst ze spullen pakt met alles wat hij heb en dat hij lekker op sodemietert. Want ik ben al een hele tijd geen fan meer van Bronckhorst. En met deze resultaten, ja, ik vind het helemaal niks, vind ik het. Ik vind het ook helemaal niks dat Robin van Persie terugkomt. Ik ben iemand die ja, nou ja, anti-Van Persie, dat niet echt, maar ik ben een beetje, ja, ik heb het niet zo met Robin van Persie. Hij is oud, hij is al in de 30 en voor een voetballer vind ik dat gewoon, ja, vind dat gewoon te veel. Vind ik dat te oud eigenlijk. Hij is ook echt, kijk, we hebben natuurlijk, vorig seizoen hebben we Dirk Kuyt gehad, maar dat was een heel ander verhaal. Diegene was, Dirk Kuyt was topfit nog en een echte leider. En Robin van Persie is geen leider. Van Persie is lui, gauw geblesseerd, een beetje een onruststoker. En ik ben dus niet blij met Robin van Persie. Dan nog het feit over Giovanni van Bronckhorst. Want iedereen zegt van ja, maar Giovanni van Bronckhorst heeft ons eindelijk na 18 jaar weer de landstitel gegeven. Maar dat was eigenlijk was dat op het konto van Dirk Kuyt. Giovanni van Bronckhorst heeft 10%. Ja, Giovanni van Bronckhorst heeft 10%. Meegeholpen aan het kampioenschap, vind ik. En Dirk Kuyt heeft gewoon 90%. Ja. Hoe heet het nou? 90% het landskampioenschap op zijn konto. Dus wat dat betreft, ja, ik ben dus niet meer zo van Bronckhorst fan. Ik ben geen Van Persie fan. En ja, je wordt dan al heel gauw voor alles en nog wat uitgemaakt. Ook op de Feyenoord sites. Maar ja, ieder zijn mening. Ieder zijn eigen mening. En respecteer dat van elkaar. Dus vandaar. Nou, ik ga zo lekker naar mijn bedje toe. De katten zijn nog wakker. Maar ik ga hem zo toch echt hier aan deze kant neerleggen. Morgen weer een... Zo, dat was een hele rare move die ik deed. Ik was een beetje net of dat ik dronken was. Ja, morgen weer een nieuwe werkdag. Dan gaat er weer een nieuwe werkweek beginnen. En dan gaan we weer 5 dagen er tegenaan.
Dus ja, moet even op tijd naar bed gaan. Of nou ja, op tijd naar bed gaan, dat lukt nou niet meer. Maar ik ga wel zo naar mijn bedje toe. Anders dan heb ik geen nachtrust. Ik moet toch wel mijn paar uurtjes slaap moet ik wel hebben. Dus vandaag. Nou, de livestreams, dat is nog steeds perfect hier aan deze kant. Jullie hebben het allemaal weer gezien vandaag. Daarnet nog eventjes. En ja, ging allemaal hartstikke goed. Ik heb best wel veel kijkers. Qua abonnees ben ik wel teruggelopen. Maar dat heb ook denk ik met de ruzie te maken. Maar voor de rest, de livestreams worden het beste bezocht. Nou, vandaar eventjes deze kleine update met alle laatste nieuwtjes over wat er allemaal gebeurd is. En ik ga hem aan deze kant ga ik hem neerleggen. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik ga deze nog even snel editen. Ik hoop deze nog even snel online te krijgen voordat ik ga slapen. En dan duik ik lekker mijn mandje in. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Het was even een korte vlog, maar eventjes weer een kleine update van wat er allemaal gebeurd is. En ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En ik zou zeggen, doedels. En ik zie jullie weer bij een nieuwe vlog binnenkort op It's Ultrex. En natuurlijk weer bij een nieuwe livestream. Bedankt jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, jullie weten het allemaal al. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.